Dat is mijn eerste laptop, ja, die ik in mijn huis heb. Ik deel mijn kamer met mijn kleinere broer Ahmed. En ja, ik deel ook mijn laptop en bijna alles met hem. Ik woon met mijn ouders en mijn vier zussen en ik deel ook mijn kamer met mijn zus. Wij wonen hier met zeven normaal. Vier broers, één zus en mama en papa en ik natuurlijk. Het is wel soms wel druk en ook de plekken op de computers en de tablets zijn wel beperkt natuurlijk als de rest bezig is. Op het moment hebben we twee laptops. In feite hebben we een tijdbeperking van 2 uur. Daarna is dat iemand anders, want in 2 uur heb je al genoeg tijd voor je schoolwerk af te maken. Soms is het wel leuk dat ik met haar slaap en dan kan praten en lachen enzovoort. Soms hebben we ook ruzie en dan is het minder tof, omdat ik dan ook mijn eigen ruimte wil enzovoort. We maken niet altijd ruzie over zo wie dat waar zit. Allee, meestal kies ik gewoon en dan volgt mijn zus wel. Dus die laptop hadden wij gekregen, ik denk rond april. Dus ja, ik heb er heel veel gebruik van gemaakt en zo. En ik deelde dat ook met mijn zus. Ja, dat is wel zo'n last dat van onze schouders viel. Echt zo nieuw heb ik die gekregen. En dan ook zo een Word-account heb ik gekregen. Dat ik dan wel voor het school kan werken op Word en op Excel en PowerPoint. Want dat is nu moet je er allemaal voor betalen. Nu heb ik ook de gratis bij gekregen. Dus dat was ook redelijk chill. En ja, en ben er nu altijd mee bezig. Ik ben er super blij mee, echt waar. Ja. Er zijn ja, gezinnen of kinderen die dat niet direct kunnen permitteren, zoals ik en ja, met mijn mama. We zouden dat wel kunnen, maar dan moeten we daarvoor sparen, zeg maar. En dan duurt dat misschien 6 maanden voordat we dat hebben. En dan moeten we nog zien, die beurt, dat kost ook geld. Ik vind dat wel heel goed dat ze gedaan hebben. Dat ze ook aan de gezinnen en de leerlingen hebben gedacht van die het minder goed hebben eigenlijk. Ja, bij het begin van de coronacrisis hebben we een laptop gekregen van ja, jongerenwerk in Lampeke. Die zeiden tegen ons niet alleen die laptop geven en onze taken gewoon thuis maken, maar we gaan jullie ook helpen. Dus geen stress. Ik heb niet zoveel met ding met de laptops en zo dienst gewerkt. En ik kan ook niet zo veel met smart school werken. Ik ben ook nooit naar school geweest in Syrië of in Irak of in Turkije. Ik ben van Syrië naar Irak gegaan en van Irak naar Turkije gegaan. Dus ja, ik ben in drie landen niet eens naar school geweest. Deze week was echt de moeilijkste week. Ja, ik moest alles thuis maken en soms lukt dat niet. En dan moet ik gewoon, ik kan niks daaraan doen. Ik wil gewoon dat de school elke dag open is. Ja, er zijn sommige dingen die ik thuis niet kan doen en Nassim kan daarmee ook niet helpen. Dus alleen de leerkrachten kunnen mij helpen. Ik gebruik de laptop vooral voor school, maar ook als ik YouTube kijk of Netflix of muziek te luisteren, voor films te kijken. VTM Go, echt zo 4, alles een beetje eigenlijk. Wij gebruiken de laptop voor spelletjes of voor YouTube te kijken, maar ook voor naar onze papa te bellen. Hallo papa. Is het goed? Goed. Die is met werk altijd weg naar een ander land. Dan moet hij daar 8 weken blijven en dan is hij dan 8 weken terug thuis. Hallo. Hallo. Zalig Pasen. Natuurlijk komt dat voor dat ik soms gezien heb. Dat is mijn moment. Hè, dat je soms zegt van, ik ben dat hier gebeurd. En als je natuurlijk op school bent en dan babbel is met je leerkracht. Dat doet wel veel, al is dat maar even een minuut of nog geen minuut van hoe is het thuis? En dan denk je van, ah ja, ça va. En dan kom ik thuis en heb ik natuurlijk die motivatie.
als ik mijn school afmaak, dan ga ik gewoon verder studeren. Ik kan niet stoppen. Ja, ik ben soms beu van de school, maar mijn droom laat me verder gaan. Het is moeilijk om naar iets uit te kijken terwijl we nog niet weten wat er gaat gebeuren. Ik ben wel blij dat ik waarschijnlijk ga afstuderen, maar ik weet ook dat ik wel mijn best moet doen en dat dat niet allemaal makkelijk gaat verlopen. Dus mijn diploma is wel iets waar ik naar uitkijk.